liedjes zijn meezingbaar. Gaan over liefde. En eenzaamheid, verstrijken van de tijd, intieme momenten en vluchtige ontmoetingen. De melodieën zijn pakkend, troostend, warm. Met een dosis ironie en zelfspot brengt hij zijn liedjes naar het podium. Het is Martijn van der Zande en hij is vannacht hier bij mij te gast. Martijn, welkom. Dankjewel. Ja, klopt dat? Klopt helemaal, want het is een beetje natuurlijk ingekleurd. Ja. Zo zit het hoor. Ik denk, ik ga jou op deze manier aankondigen en dan hoop ik dat jij daarmee instemt. Want ja, voor mensen die niet weten wie jij precies bent. Je bent muzikant. Ja. Maar je bent eigenlijk net begonnen, toch? Dat is een beetje het... Het is, je moet het zo zien, toen ik 15 was, toen kreeg ik een gitaar in mijn handen gedrukt. Ja. Want dat wilde ik graag. Mm-hmm. Mijn vader is dat ding met mij direct gaan halen toen ik dat wilde. En eigenlijk ben ik direct begonnen met het maken van mijn eigen liedjes. Uh-huh. En daar ben ik eigenlijk nooit mee gestopt. Alleen ik heb het wel af en toe vanaf de bank gedaan. Dan trad ik weer eens ergens op. En dan kroop ik weer terug in mijn schulp of op mijn zolderkamer om weer verder te werken aan die liedjes. Maar sinds een jaar of vier heb ik besloten om door te gaan zonder op te geven. Dat vind ik heel mooi. Over wat voor tijdspad praten we, zeg maar? Vanaf jouw 15e tot nu, hoe lang ben je met muziek bezig? Nou, dat is ruim 20 jaar. Mm-hmm. Ja, en ik heb daar tussendoor wel allerlei andere dingen gedaan. Ja. Verteltheater. Ik heb een tijdje lang voor mijn vriendin, toen ik haar ontmoette, toen... mijn vriendin is een kleuterjuf. En toen dacht ik, ja, om haar hart te veroveren ga ik kinderliedjes maken. Nou, wat en lief. Toen heb ik, Wat lief, Martijn. Ik heb 3 cd's volgeschreven. En op een gegeven moment zat ik te kijken. En dat is een van de redenen waarom ik toch weer muziek voor grote mensen ben gaan maken. Ja. Ik zat de beste singer-songwriter van Nederland te kijken. Toen wist ik het in één keer weer. Toen kreeg ik het weer helder. Ik denk, oh ja, dat was ik aan het doen. Dus Wat cool. Ja, want wij hebben jou uitgenodigd omdat jij een single uit hebt. Een nieuwe single. En die heet Slaap je nog alleen? Zo is het. Waarvan ik net al eventjes een stukje liet horen. En ik ben daar al wijs vrolijk van. Dus die vrolijkheid, volgens mij, dat past voorbij. Ik inderdaad ook een beetje die ironie, die misschien humor ook, zeg ik dat goed? Of het... Ik weet het niet. Ik denk dat ik wel zeker optimisme, vooral in mijn melodieën, probeer naar buiten te brengen. Maar ik ben wel een serieuze gast, hoor. Maar als... God. Nee, dat snap ik. Nee, je wil uiteindelijk ook natuurlijk een soort van boodschap uitdragen. Maar laat ik het zo zeggen, het zet misschien mensen aan het denken niet. Nou, ik probeer wel gewoon wat het is niet oppervlakkig, laat ik het zo zeggen, wat ik maak. Ja. En ik probeer wel een uplifting vibe, zeg maar, in die muziek te stoppen. En momenteel ben ik echt druk samen aan het werk met Michel Wijninga. Ja. Om ons album af te ronden. Op de weg hierheen kreeg ik nog 8 tracks van hem doorgestuurd. Om vooral de zang zijn we nu dan mee bezig. Om die nog eens goed te beluisteren. Maar zo zijn we gewoon lekker bezig. Hey, jij komt, dat vind ik echt superleuk. Je komt uit Groningen officieel. Zo is het. Daar staat nu zo'n beetje heel 3FM. Omdat natuurlijk Your Sonic Noorderslag bezig is. Ja. Dus wij dachten, joh, we halen gewoon ook even iemand uit Groningen. Nou, heel veel zin toe. Super idee, Mathieu. Ja, dat is toch nee. Dat absoluut. Vind ik wel leuk. Ik kan er zelf ook niet bij zitten dit weekend. Dus ik denk dan maar een stukje echte Groningse vibe en muziek. Ik kreeg jullie uitnodiging en ik had het soort glazen gebouwtje gezien op de Grote Markt. Ik denk, yes, ik ga naar de Grote Markt. Oh nee, Hilversum. Ik moet helemaal naar Hilversum rijden. Ik zit lekker dichtbij. Precies. Maar het mooie is, om het verhaal nog beter te maken, jij hebt al een keer Eurosonic gedaan. Ja, ik heb daar een keer gespeeld, inderdaad. Je hebt een wedstrijd gewonnen, toch? Ja, dat was een singer-songwriter wedstrijd in het noorden van het land en die heb ik gewonnen. En toen mocht ik een keer op Eurosonic spelen. En ben ik zo een beetje tussen gerold daar. Hey, dat spelen, dat gaan we absoluut doen. En wat ga je nu precies voor ons uitdragen? Nou, ik zat dus op de bank heel veilig de beste singer-songwriter van Nederland te kijken. Mm-hmm. En toen zag ik Erik Corton. En die werd dan geraakt door een lied wat Michael Prins speelde. En in datzelfde programma schreven de songwriters, die schreven liedjes voor elkaar. En toen dacht ik, ik ga dat ook doen. En dan schrijf ik een lied voor Erik. En het gaat over wat muziek met je kan doen.
staat de zon hoog aan de lucht en is het weer een zeldzaam mooie dag. Ook al gaat het je nu voor de wind en mijmer je af en toe zacht. Wie had dat ooit gedacht, de nacht valt als zijn piano. De nacht valt als zijn piano klinkt. Je had je onterechte rijk gerekend in jouw leven loopt niets volgens plan. Je hebt alles gegeven wat je in je had, maar eindigt waar je begon met beide benen op de grond. Als zijn piano de nacht valt, als zijn piano klinkt. Hij zingt de sterren aan de hemel. Hij zingt de neonlichten aan. About to lose it all. Daar loop je dan, New Orleans in the fall. About to lose it all. Hij zingt de sterren aan de hemel. Hij zingt de neonlichten aan. Hij zingt je graag omhoog en laat je huilen. Laat je huilen naar de maan. Hij zingt je schaduw op de gevels en je liefste ver bij je vandaan. Oh, 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 oh. Martijn van der Zanden live op 3FM! Ah, wat leuk Martijn. Gek. Thanks. Wat doe je sowieso het Nederlandstalige tekst en eer aan? Dat vind ik heel cool. Ik begrijp nu wel wat je bedoelt met... Met die tekst, met dat serieuze toch eerst uitproberen. Ja, ik vind dat heel vet. Dankjewel, Mathieu. En wat ik ook heel leuk vind, is dat je op een gegeven moment... Je had één zin een beetje Engels. Klopt. Dat liep zo vet in elkaar over. Hoe ben je daarbij gekomen? Nou, het was zo... Erik, die werd... dat lied wat Michael Prins speelde... dat deed hem denken aan een lied van Tom Waits. Ja. En dat heb ik een soort van in verwerkt.